En dan, de laatste tijd hoor je steeds meer over vliegschaamte. Want vliegen is slecht voor het milieu. De band Coldplay bijvoorbeeld, die had zoveel vliegschaamte dat ze helemaal gestopt zijn met toeren. Niet iedereen heeft last van vliegschaamte, hoor. Want Guus Meeuwis die vliegt volgend jaar naar New York om daar op te treden. Wat neemt hij mee? Zijn band en 3000 Brabanders. Het hele publiek dus. Ja, zo kan ik het ook. En dan denk ik aan Brabant, want daar hadden we nu net zo goed kunnen zijn. En daar brandt nog licht vanwege tijdverschil. Maar goed. Steeds meer mensen hebben dus last van vliegschaamte. En rond de klimaattop in Madrid deze week was dan ook de grote vraag: wie gaat er vliegen en wie gaat er met de trein? Premier Rutte. Gaat u dan met de trein heen? Nee, ik ga vliegen. Nee. De treinen rijden op steenkool en ik ga dan vliegen. Dat is ook niet goed. Maar goed, je moet wat, hè. Ja, premier Rutte ging vliegen. Volgens hem rijden treinen op steenkool. Dus kinderen, de boodschap van de premier: het maakt allemaal niet uit, het is één pot nat. Vliegen, trein, fietsen, allemaal even slecht voor het milieu. Ja, fietsen rijden op asfalt, dus ja. Het is wel gek trouwens, want bij de vorige klimaattop zei hij nog dit. If we are not going to achieve this, we as mankind have a serious problem with our hands. Ja, wat wel op steenkolen loopt, is zijn Engels. En hij gaf ook nog twee uitstekende argumenten om de wereld te redden. We all as citizens of this world can not only benefit from this because we will survive, but also because our economies will thrive. Ja, dus we sterven niet uit. En het is goed voor de economie. Voor de VVD is het argument: we gaan niet dood, niet genoeg. Als je tegen Rutte zegt: we moeten het dorp uit, er komt een grote modderlawine aan, dan zegt hij: oké, maar what's in it for me? Dus volgens Rutte maakt het allemaal niet uit, hè? Vliegtuig of trein. Maar hoeveel scheelt het nou echt als je naar die klimaattop in Madrid gaat? De NOS zocht het uit. Als je wil vliegen naar Madrid kost je dat ongeveer 113 euro voor een enkeltje. En je reis duurt ongeveer 2 uur. De uitstoot van je enkele reis is 295 kilo CO2. Als je vandaag de trein van Schiphol naar Madrid boekt, kost je dat voor een enkele reis rond de 380 euro. De reis duurt tenminste 15 uur. En een enkele reis is goed voor een uitstoot van 45 kilo CO2. Ja, dit is een mooi plaatje van de NOS. Het scheelt inderdaad ontzettend veel CO2. Dus wat Rutte net zei is gelul. Maar de trein is dus ook 3 keer zo duur. En het kost je 15 uur om met de trein in Madrid te komen. Dus dan kun je Rutte net zo goed in zo'n jongere reisbus naar Salau zetten. Dat is een mooie vakantie, ik heb er helaas geen herinnering aan. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe Frans Timmermans naar Madrid is gegaan. En die is namelijk eurocommissaris voor milieu of zo, of hoe heet het? Vandaag gaat u volgens mij uw eerste werkdag als klimaattsaar, chef Green Deal. Klimaattsaar, chef Green Deal, koning der dieren, god van de natuur. Mooie titels allemaal. Gaat hij met de trein of met het vliegtuig naar Madrid? Ik ga daar naartoe vliegen en ik ga ook een vlaker vliegen. Dat zijn nou eenmaal de keuzes die je moet maken. Oké, dus ook de Tarzan van het Zwarte Woud gaat met het vliegtuig naar Madrid. En hij denkt, bij DWDD kom ik daar wel mee weg. Maar ook Matthijs heeft tegenwoordig een onderzoeksredactie. Madrid is zo'n grensgeval. Als je daar met de trein naartoe wil... Zullen we het even doen? Ik heb het even laten uitzoeken voor u. Kunnen we daar kijken. Met het vliegtuig, 113 euro... Wacht even. Laten uitzoeken. Dit is gewoon dat plaatje van de NOS. Het enige verschil is dat ik het NOS-logo niet meer zie. Maar oké, dus Rutte en Timmermans zijn dus lekker gaan vliegen. Maar wat is eigenlijk het alternatief? Er zijn ook mensen met de boot naar de klimaattop gegaan. Maar dat was een beetje lullig. Want die top die zou eerst in Chili zijn, maar die is dus toen verplaatst naar Madrid. 2 maanden geleden begon deze groep met 13 Nederlandse klimaatactivisten aan een lange reis. Ze gingen met een zeilboot vanuit Amsterdam op weg naar Chili voor de klimaatvergadering. Maar toen het daar niet doorging, konden ze niet zomaar omkeren. De groep zit nu op een eiland in de buurt van Zuid-Amerika, dat Martinique heet. Ja, een boot is niet altijd even handig. Maar een trein dus ook niet, want het duurt vanaf Amsterdam dus 15 uur. Als alles goed gaat, hè? Want er was ook nog een groep klimaatactivisten uit Wenen. En die hebben door allerlei vertragingen meer dan 40 uur overgedaan.
Maar dat is toch gênant dat we er binnen Europa niet in slagen om de hoofdsteden met elkaar te verbinden met een snelle trein. Ik heb geen last van vliegschaamte, ik heb gewoon last van treinschaamte. Het is echt hoor, waarom is dit in Europa zo slecht geregeld? We hebben hier al bijna 200 jaar treinen. We zijn al 75 jaar dikke vriendjes met z'n allen. En als je dan in 2019 even de grens overpiept naar Duitsland, gebeurt er dit. Hier in het kleine grensplaatsje Bentheim komt elke keer, dus 8 keer per dag, een Duitse locomotief de Nederlandse vervangen. En omgekeerd. Omdat de Duitsers een andere spanning op de bovenleiding hebben dan Nederland. Ja, dit klinkt trouwens een beetje als een Jordaanese uitdrukking. Waarom praat hij zo gek? Ja, hij heeft een wat andere spanning op zijn bovenleiding. Wacht maar. Kijk, dit zijn de spanningen van alle bovenleidingen in Europa. Elke kleur is een ander systeem. Wat is dit voor chaos? En wat gebeurt daar in Frankrijk eigenlijk? Wat is dit? Is daar ooit een fles wijn over de Bourgogne gegaan of zo? Nou, best wel gênant, maar het wordt nog gênanter, want er is ook nog het spoor zelf. En dat is namelijk niet overal even breed. Ik heb dat even laten opmeten door de redactie van DWDD. En in heel Nederland is het spoor 1435 mm breed. In Duitsland en Frankrijk ook, maar in Spanje en Portugal hebben ze de Iberische breedte. Dat klinkt als een bepaald formaat snor, maar het betekent dat de rails daar 23 centimeter verder uit elkaar liggen. En dat voel je wel hoor, die overgang. Je zegt kedekkeding, kedek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 
moeten dus heel Europa gewoon op één lijn zien te krijgen. En er zijn ook goede initiatieven. Er is bijvoorbeeld een Europees veiligheidssysteem, ERTMS. Dat zou per 2002 worden ingevoerd, waardoor treinen harder, vaker en veiliger door heel Europa kunnen crossen. Dat heeft te maken met dat treinen dan met elkaar kunnen communiceren en zo. Dat is heel handig. Hoe gaat het daarmee? Ik ben inmiddels wel toe aan een beetje goed nieuws. Helaas, het uitrollen van ERTMS over heel Europa duurt veel langer dan gepland. Vooralsnog schakelde alleen Luxemburg helemaal om. Ja. Luxemburg is om. Dom. Wie? Applaus voor Luxemburg. Lekker bezig. We hebben natuurlijk niks aan. Dus wie zich 30 seconden heel veilig wil voelen, moet via Luxemburg reizen. Maar Nederland is er dus ook mee bezig. ProRail die hoopt er in 2050 mee klaar te zijn. Wie gaat er mee naar Mars? Ik kom zo, ik ben nog even ons treinspoor op Luxemburg aan het aansluiten. En de technische verschillen zijn nog niet eens het grootste probleem. Neem de route Amsterdam-Berlijn, dat is 600 kilometer. De Intercity die daar nu rijdt, die kan ongeveer 200 kilometer per uur. Dus je denkt, nou, na 3 uur sta je naast een hipster met een ironische kersttrui in een omgebouwde textielfabriek aan de nieuwste vlierbessen IPA te lurken. Maar in werkelijkheid duurt die reis meer dan 6 uur. En dat komt omdat die trein nog vaker stopt dan Raymond van Barneveld. Hij stopt 6 keer in Nederland en 9 keer in Duitsland. Dat is echt waar. De trein naar Berlijn. Dus het alternatief voor vliegen naar Berlijn maakt 15 tussenstops. In Amersfoort, in Apeldoorn, in Deventer, Almelo, Hengelo, maar ook Wolfsburg, Stendal en in Berlin-Spandau. Dat is een wijk in Berlijn. Dit is gewoon een soort stoptrein. Gelukkig is er 1 reiziger uit Almelo. Almelo? Uit Almelo met een plan om minder vaak te stoppen. Het aantal stops kan wel minder, vindt een reiziger die in Almelo is ingestapt. Mijn idee zou zijn, maak dan nog 1 stop in Almelo. Ja. Ja. Om precies te zijn, in de Diepenbrokstraat. En dan bijvoorbeeld ter hoogte van nummer 92. Ik zeg maar wat. Is er iets te doen aan al die tussenstops? We vragen het aan NS-topman Roger van Bokstel. Ja, zeker. Ja, antwoord is gewoon ja. Je zit in een stiltecoupé. Oude gek. De baas van de NS die zich hardop laat interviewen in een stiltecoupé. Dat is alsof de directeur van het Rijksmuseum zegt wat ik het mooiste aan de nachtwacht vind. Nou. Dit stukje, hoezo? Maar goed, kun je niet gewoon besluiten om in Nederland wat minder vaak te stoppen? Dat zou een heel raar besluit zijn, want dan ga je je nationale dienstregeling frustreren, terwijl wat ik internationaal wil, nog helemaal niet heb.
Nee, Van Bokstel wil geen Nederlandse stations overslaan als die Duitsers in Duitsland geen stations overslaan. Dus wij stoppen pas met stoppen als zij stoppen met stoppen. En vice versa. Maar op deze manier krijgen we dus nooit een snelle trein naar Berlijn. Kijk, binnen een land lukt het wel. Hè? Kijk, Parijs-Bordeaux, 590 kilometer, dat gaat in 2 uur en 4 minuten. Omdat de trein daar 300 kilometer per uur gaat. Dan ben je wel gek als je nog gaat vliegen. En zelfs internationaal lukt er soms ook wel eens iets. Binnenkort kun je in 3,5 uur naar Londen. Parijs kan nu al in 3 uur en 20 minuten. En zodra dat een beetje makkelijk gaat, dan gaan mensen het ook gewoon doen met de trein. Zelfs de spelers van Ajax die gingen laatst met de trein naar Frankrijk. Afgelopen dinsdag was een bijzonder moment, want Ajax vertrok met de Eurostar naar Lille om daar de UEFA Champions League wedstrijd te spelen. En natuurlijk was de cameraploeg van NS Weekly daarbij. Tuurlijk was de cameraploeg van NS Weekly daarbij. Tuurlijk. Tuurlijk. Toch? Het zou een beetje raar zijn als NS Weekly daar niet bij was, toch? Tuurlijk. Wat is NS Weekly? Nou, ik ben even een paar afleveringen gaan kijken. En het is een online nieuwsbulletin van de Nederlandse Spoorwegen. De presentator heet Arjan Spoormans. Ja. Grappig, toch? Ja, want hij is ook een man. En hij heeft allemaal leuke tips. Maandagavond werd een stoeptegel vanaf een viaduct in Sittard op een voorruit van een trein gegooid. Het is wellicht overbodig om te zeggen, maar doe dat niet. Het levert schade op. Mensen schrikken zich de blubber. En het hindert het treinverkeer onnodig. Ja, mensen schrikken zich de blubber. En nu maar hopen dat de daders ook NS Weekly kijken, hè, want dat doen ze niet nog eens. Mijn naam is Railbaan Treincoupé. Goedemiddag. Toen Ajax naar Frankrijk ging met de trein, toen kregen ze trouwens de NS-VIP-behandeling. Dan word je uitgezwaaid door Roger van Bokstel. Je schrik je de blubber, maar het is wel gezellig. Eén voetbalteam dat één keer het boemeltje naar Lille pakt, dat is leuk. Maar moet je kijken waarheen er allemaal nog gevlogen wordt. Hè? Bijna 40% van de vluchten vanaf Schiphol zijn minder dan 750 kilometer. En meer dan 70% van de vluchten vanaf Schiphol zijn binnen Europa. En kijk, Griekenland is wel erg ver. Maar de meeste van die vluchten zouden echt prima met de trein kunnen. Als er tenminste normaal spoor zou liggen met snelle treinen die niet zo vaak stoppen. Stel, je neemt die rit van Amsterdam naar Madrid, die nu 15 uur duurt. Weet je, weet wel, die van die scoop van DWDD. En die maak je net zo efficiënt als Parijs-Bordeaux. Dus snel spoor, in de juiste breedte, tot aan Madrid, bijna nergens stoppen, lekker 300 rijden. Dan moet dat kunnen in max 7 uur, van binnenstad naar binnenstad. En ja, tuurlijk, dat kost veel geld, maar vliegen ook. Want dat lijkt goedkoop, maar dat wordt nu keihard gesubsidieerd. Daar hebben we ook met z'n allen ooit voor gekozen. Er zit geen btw op vliegtickets. Kerosine is belastingvrij. Dat hebben we ooit bedacht, God weet waarom. Misschien omdat het vliegtuig al door de douane is of zo. Ik weet niet precies. Maar volgens mij is de oplossing best simpel. Een treinbonus. En dat werkt zo, let op. Voor alle vluchten binnen Europa betaal je 60 euro extra. Dus die treinbonus dus. En dat levert dan tientallen miljarden per jaar op. En dat gaat allemaal in één grote pot. En die wordt dan helemaal besteed aan Europese hoge snelheidslijnen. En op die manier kunnen we nu nog even blijven vliegen en hoeven ons ook niet meer te schamen voor het Europese treinnetwerk. En dat klinkt misschien een beetje vrijblijvend, maar ik heb het helemaal laten uitwerken in een rapport. Dat is dit rapport. Maar je wil natuurlijk ook dat andere media dit een beetje oppakken. Wacht even hoor. Even zien hoor, dat ze dit kunnen gebruiken. Dit is denk ik beter. Zo denk ik dat het beter is, ja. Dus dit is ons plan. En nu maar hopen dat ik hiermee in NS Weekly kom. Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week. En tot volgende zondag. Steeds meer Nederlanders abonneren zich op dit kanaal. Dat blijkt uit cijfers van het Wereld Natuur Fonds. Wilt u zich ook abonneren? Vraag naar de voorwaarden op youtube.nl of klik hier.